Oké, okay, je hebt net echt een banger van een YouTube-video gemaakt en je weet dat deze duizenden, misschien tienduizenden, misschien miljoenen views gaat krijgen, maar je weet gewoon niet hoe je die moet posten. Zou jammer zijn, hè? We gaan vandaag uitleggen hoe je dit stap voor stap moet doen. En we gaan direct naar de PC om het te laten zien. Let's go! We zijn op een leeg kanaal zonder video's. En om je eerste video up te loaden, kan je ofwel op je kanaal zelf op video uploaden gaan drukken, of rechtsbovenaan. En deze stap werkt altijd, ook als er al andere video's op je kanaal staan op maken drukken en op video uploaden. Zo ga je automatisch aan de YouTube Studio worden begeleid, waar je dan kan beginnen met het uploaden van je video. Er komt meteen een pop-up om je bestanden te gaan selecteren. Dat gaan we dan ook doen. Ik heb hier normaal wel een korte video staan die ik kan uploaden. We gaan deze selecteren. We klikken op openen en zo word je meteen in het proces gegooid om je video te gaan uploaden. Onderaan zie je hoe ver dat je video staat met uploaden. Het posten zelf gaat pas als dit volledig 100%. Klaar is. In het eerste vakje kan je je titel gaan invullen. Denk goed na over je titel, want samen met de thumbnail zijn dit, naar mijn mening, de belangrijkste elementen voor het posten van een video. Het zijn de titel en de thumbnail die mensen initieel gaan overhalen om op je video te klikken. Dus denk hier goed over na en haal hier inspiratie uit uit gelijkaardige, succesvolle video's binnen je niche. In de beschrijving kan je een korte beschrijving geven waarover je video gaat, maar kan je bijvoorbeeld ook um, links naar je andere social media zetten. Als je doet aan affiliate marketing, kan je hier affiliate links zetten of naar andere YouTube-kanalen, naar andere websites en dergelijke. Maar initieel dient het om een korte beschrijving te geven van waarover je video gaat. Ook hashtags kunnen in de beschrijving gepost worden. De volgende stap is het toevoegen van een thumbnail. Als je hier meer uitleg over wilt, klik dan op de video bovenaan waarin ik je een volledige uitleg geef over hoe je een thumbnail maakt en hoe je deze toevoegt aan je nieuwe video. Je kan via deze knop je video gaan toevoegen aan een playlist, zodat deze in een lijst komt met allemaal gelijkaardige video's. En het zo makkelijker wordt voor de kijker om veel gelijkaardige video's van jouw kanaal te gaan kijken. Verder wordt er gevraagd of dat je video gemaakt is voor kinderen. Mijn video's zijn persoonlijk nooit specifiek gemaakt voor kinderen. Indien dit wel het geval is, is het. Wel handig om dit aan te duiden. Je kan een leeftijdsbeperking op je video zetten. Ik doe dit persoonlijk nooit. Het is wel nuttig om hier te klikken op meer tonen. Als je video een betaalde promotie bevat, kan je dat hier aanklikken. Automatische hoofdstukken staan aan en automatische plaatsen staan aan. Um, hier pas ik persoonlijk zelf nooit iets aan aan. Maar hier wel ook nog een belangrijk onderdeel van het uploaden van je video de tags. Tags maken het makkelijker voor kijkers om jouw YouTube-video te gaan vinden. Dus ik raad aan, gebruik gewoon alle 500 de karakters en bijvoorbeeld in een video omtrent het uploaden van een YouTube-video kan je hier dingen schrijven als, hoe upload ik een YouTube-video? Met een komma maak je een scheiding om een volgende tag te plaatsen. En zo kan je bijvoorbeeld verschillende schrijfwijzes waarbij jij denkt dat bijvoorbeeld een fout in spelling kan worden gemaakt, dan voeg je die fout in spelling toe, zodat als mensen die fout in spelling maken, ze alsnog op jouw Video terecht kunnen komen. Je kan je video taal gaan selecteren. Um, in dit geval is dit dus een Nederlandstalige video. De opnamedatum kan je toevoegen, de videolocatie kan je toevoegen, maar dit is niet van groot belang. Um, de meeste mensen hebben gewoon een standaard YouTube licentie. In Sampling voor Shorts kan je gaan aanduiden of dat je wilt toestaan dat mensen kleine stukjes van je YouTube video gaan gebruiken voor hun eigen shorts. Ik laat het momenteel dat aanstaan, maar dat is een eigen keuze. Wil je dit of wil je dit niet? De categorie van je video kan ook nuttig zijn voor de vindbaarheid van je video. Deze video is bijvoorbeeld een educatief video, maar als je bijvoorbeeld een gaming kanaal hebt, kan je hier altijd ook games aanduiden en je gametitel toevoegen. Bij reacties en beoordelingen is het een eigen keuze of je wilt dat alle reacties worden toegestaan of dat er een filtering wordt gemaakt om mogelijk ongepaste reacties. Um, dat je alle reacties eerst zult gaan beoordelen of dat je gewoon rechtuit de reacties wilt uitzetten. Momenteel zet ik het altijd op mogelijke ongepaste reacties eerst beoordelen, maar ook dit is een eigen keuze. Nadien kan je drukken op. Volgende. En dan kom je op video-elementen. Hier kan je eventuele ondertiteling gaan toevoegen aan je video, maar ook bijvoorbeeld een eindscherm kies je hier. Voor een eindscherm kan je hier uit de video importeren of zelf toevoegen. Ik doe persoonlijk altijd uit de video importeren. En dan kan je op het einde van je video bijvoorbeeld één video- en één abonneerknop gaan toevoegen. En dan kan je zelf bepalen hoe lang dat deze te zien gaan zijn op het scherm. Als je dit dan opslaat, dan wordt deze toegevoegd aan je video op het einde. Met kaarten kan je bijvoorbeeld gerelateerde content gaan promoten tijdens je video. Video. Um, dit is bijvoorbeeld als je het hebt over een topic waar je ook een andere video op hebt. Dan komt deze bovenaan, het scherm. Zoals ik daar straks heb gedaan bij een video omtrent het maken van een thumbnail. We gaan gewoon verder naar volgende. Er zijn geen copyright problemen gevonden, dus des te beter. En dan zijn we bij de laatste stap aangekomen. Um, je wilt je video natuurlijk openbaar maken. Je kan hem eventueel instellen als instant premiere. Ik doe dit persoonlijk nooit, maar dat is ook een eigen keuze. Um, via het vraagteken kan je altijd iets meer uitleg krijgen. Als je de video instelt als instant première kun je kijkers en, je, en jij de video tegelijkertijd bekijken. Uh, ik doe dit persoonlijk nooit, ik zet hem gewoon meteen openbaar. Uh, wat je ook kan doen is je video plannen. Stel dat je bijvoorbeeld um, twee of drie weken op vakantie gaat, maar je wilt wel dat er wekelijks een video gepost wordt, kan je via deze knop gaan selecteren wanneer en op welk uur je video gepost wordt. Maar wij gaan in dit geval de video gewoon meteen openbaar maken. En via, dit doe je dan uiteindelijk via de knop publiceren. Je video is gepubliceerd en je kan hem meteen gaan delen op bepaalde social media. Je krijgt ook meteen de optie om je videolink te gaan kopiëren. Om deze dan bijvoorbeeld ook op social media te posten of naar andere mensen door te sturen. We gaan dit even sluiten. En, dan zodat, en als we dan terug naar ons eigen kanaal gaan, zie je. Dat nu 40 seconden geleden er een video gepost is. We hebben nu geen eigen thumbnail toegevoegd. Dus dat betekent, en daardoor is het nu momenteel gewoon een grijs vakje de video. Maar de video is in dit geval geüpload. Zo, dat was hoe je een YouTube video moet uploaden. Bedankt voor het kijken. Als je het een leuke video vond, of je vond een van de vorige video's een leuke video, dan op zeker een subscribe, like de video en misschien tot de volgende keer. Yo.